zijn nu in Medemblik, het is 4:30. En we staan op het punt dat de deelnemers gaan finishen die aan de 24-uur-race hebben meegedaan. Gisteravond zijn er 563 boten gestart vanuit 15 havens rondom het IJsselmeer en Markermeer. Het bijzondere van de 24 uur is de combinatie van natuurlijk 24 uur achter elkaar varen, nachtzeilen en de combinatie met de tactiek, het uitdenken van het spelletje. De jongens zijn er overheen. Je wordt moe, hè? We hebben denk ik met z'n vieren denk ik, uurtje vier geslapen, ongeveer, denk ik. In totaal? Totaal, ja. Maar goed. We hebben een nieuw record gevestigd, dat weten we nu wel. Met deze wind, de spinhaken, komt er nu voor. Dit is subliem. Ja, dat je gewoon 24 uur op elkaar af bent geweest, zeg maar, met elkaar. Een feestje, we maken er wel een feestje van. Het hoort er absoluut bij. En, wat mij het meest inspireert is de gedachte dat ik op deze boot de wereld rond kan zeilen. Los van iedereen, tijd speelt geen rol meer. Zelfredzaamheid. Als je dat ervaart, ja, dan wil je niet meer anders. Ja, het is absoluut een gemiste kans als je dit jaar niet aan de start bent geweest met deze omstandigheden, dit evenement. Volgend jaar is het de 50ste editie. En zorg dat je er volgend jaar van bij bent en dat je het spelletje mee gaat maken. Niek het koningstuk, geweldig gezeild, heel mooi, constant weer, veel wind, zonnetje erbij, het was echt top. En kijk, dit is de bemanning. Ja, en jij, ja, ja. Tiende keer dat we meededen en dit was een van de mooiste keren. Allemaal knappe gozers aan boord. Ja. Oh! Op één na! Dat is het spannendste verhaal natuurlijk. We hebben een super race gehad. We zijn gisteren gestart in Lemmer. En dat was alleen maar race. Dat was echt geweldig. Topnacht, de hele dag. Topnacht. 4-5 hebben we echt van. 9,5 knopen tot 10 knopen. Dat was supersonisch. Geweldig! Medemblik, hier zijn wij!